de Noordoostpolder, daar waar vroeger de Zuiderzee was. Met haar landoppervlak van 460 vierkante kilometer is de gemeente de grootste van ons land, terwijl het toch maar 46.500 inwoners telt. Woningcorporatie Mercatus biedt 10.000 van hen een goede en betaalbare woning in Emmeloord en omliggende dorpen. Zo'n 50 medewerkers zijn dan ook elke dag in touw om dat te realiseren. Want geen huurder is gelijk. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Mijn naam is Jean-Willem Pol. Ik ben 37 jaar. Ik huur al 13 jaar bij Mercatus. In volle tevredenheid. Mijn ervaringen zijn erg positief met Mercatus. Om een voorbeeld te noemen, onze kraan die zat los. En daar moet je wel de juiste apparatuur, gereedschap voor hebben om dat weer vast te maken. Die hadden wij niet. Dus ik heb gebeld naar Mercatus en die hebben een loodgieter gestuurd. En die heeft de kraan weer goed vastgezet. En de kraan zit nu vast en die krijg je ook niet meer los. Wellicht dat deze woning in de toekomst te koop wordt aangeboden. En dat zou een hele mooie optie zijn. Wij richten ons op drie groepen. In de eerste plaats de huurders met een inkomen tot 35.000 euro. En dan op de huurders die naast wonen ook behoefte hebben aan extra zorg of extra ondersteuning. En dan nog de groep toekomstige bewoners. Dat zijn de mensen die in de toekomst een woning bij ons willen zoeken. Ik ben André Sandra, 78 jaar. En ik huur van Mercatus vanaf april 1961. In 2008 heb ik noodgedwongen mijn tuin te veranderen. Maar toen kreeg ik ineens, omdat die heg eruit was aan de buitenkant, zo'n 30 centimeter ruimte. En toen heb ik mijn katers gebeld of ze geen tegel voor me hadden daar. Toen keek ik de steeg in, toen lagen er al tegels. Ja, grandioos. Ja, die man die hier was, die zegt toch, oh, je woont hier al zo lang. Dan moeten die paar tegeltjes er ook wel af kunnen. De aarde draait en wij, die erop wonen en werken, maken stappen voorwaarts. We willen in alles wat we doen groeien. Dus ook beter wonen en beter leven. Natuurlijk zorgt Mercatus ervoor dat uw woonlasten zo laag mogelijk blijven en dat u ook met veel plezier en zonder overlast kunt wonen. Daarom werken wij nauw samen met een heel netwerk aan partijen. Wij geloven erin dat je samen doelen kunt bereiken. Dus dat is niet alleen Mercatus of alleen de gemeente of alleen de politie. En zeker niet zonder de bewoners. Het gaat echt om wonen in een woonomgeving. En dat gaat over woonplezier, dat gaat over leefbaarheid. En dat gaat veel verder dan alleen maar de stenen. Ik ben Sjaak van der Belt. Mijn leeftijd is 54 jaar. En ik huur van Mercatus al een woning sinds 1982. Eigenlijk zit ik hier zo meer met de oorzaak van het ziek zijn van mijn vrouw. Terwijl we wisten dat de sloop aan de baan doorging en Maria plotseling ziek werd, was het mijn idee om toch te kijken naar een huisje zoals deze, een bejaardenwoning. Alles gelijkvloers, wat voor mij en Maria veel prettiger wonen was. En hier heeft Mercatus aan meegeholpen. Nu wordt er volop prettig gewerkt en gewoond in Noordoostpolder. Door hem, haar of hen. Maar hoe anders was het bijna 75 jaar geleden, toen de Zuiderzee droog viel. Dijken scheiden zee en land. Uit alle windstreken kwamen mensen naar de polder om er zich te vestigen. Uit het niets verrezen tienduizenden woningen. Alles onder toezicht van de domeinen en de nieuwe gemeente. Omdat alle woningen in Noordoostpolder bijna even oud zijn, moeten er nu veel woningen worden gerenoveerd. Een enorme uitdaging voor Mercatus. De komende jaren zullen we nog veel meer met bewoners om tafel zitten om te zoeken naar de beste oplossingen voor de toekomst. Want die toekomst bepaalt u voortaan samen met ons en alle andere huurders. Een veilige en aantrekkelijke woning en wijk maak je namelijk niet alleen. Wij willen iets betekenen voor onze bewoners. Dat betekent dat we ons vooral richten op voldoende, goede en betaalbare huurwoningen voor de bewoners in Noordoostpolder. Daar hoort bij dat we onze oudere woningvoorraad voor de toekomst weer bestendig maken, waardoor wonen en zorg mogelijk is, waardoor starters goed kunnen wonen, waardoor ouderen goed kunnen wonen, waardoor gezinnen goed kunnen wonen. Ook wordt Mercatus nog zichtbaarder in de wijk. Met vier wijkteams die bestaan uit een wijkcoördinator, een wijkopzichter, een wijkmeester en een wijkconsulent. En ziet u ons even niet? Dan zijn we natuurlijk altijd online bereikbaar. En we gaan met onze tijd mee.
Via het klantportaal kunt u al bijna alles online regelen. Het betalen van uw huur, een reparatieverzoek indienen of overlast melden. Maar we verliezen u echter nooit uit het oog. Vanaf nu doen we het samen. Sterker nog, eigenlijk hebt u de allergrootste vinger in de pap. Dat is Mercatus.